Welkom bij FC Oost TV. Een druk bezocht Frans Hezen Stadion. Topsupporters die een corteo lopen na aanloop van dit duel. Wat een topambiance was het wel. Ja, maar ja, als je dan uiteindelijk heel de wedstrijd bekijkt, dan... Dan heb je dat gevoel niet als je heel de wedstrijd gezien hebt. Dus daarin zwaar teleurstellend vandaag. Ja, zou je in het kort de wedstrijd kunnen analyseren? Ja, je hebt een bepaald plan om NAC al vroeg onder druk te zetten. En daar hebben we elkaar op getraind en geanalyseerd waar daar voor ons krachten zou kunnen liggen. Nou, daar ben je volle intenties en volle energie mee bezig heel de week. Ja, en dat lukte totaal niet in die zin. NAC daar te veel kwaliteit en goed onder de druk aanspelend. Dan word je toch teruggedrongen, hè, door de kwaliteit die zij hebben. Ja, en dan is het nog zo dat we op dat moment denk ik al eerder op 1-0 achter kunnen komen. Krijgen we gelukkig zelf een vrije trap die iets van mooi binnenschiet. En dan heb je het idee van hey, nu kunnen we weer beter in de wedstrijd komen. Ja, ik denk dat we totdat die 3-1 viel, dat we nog aardig mee konden. Ja, toen die viel was het eigenlijk een beetje klaar met ons. En konden we niet meer de tegenstand bieden die we daarvoor wel konden boden. Dus ja, toen was het echt lastig. Het is goed gevuld en de sfeer zat er goed in. En het is dan alleen kroten dat je de mensen niks terug kan geven vandaag. En het is gewoon echt gewoon triest. Ja, een verdiende voorsprong loopt uiteindelijk naar de achterstand. In hoeverre had je dan nog hoop op een overwinning? Nou, ik heb de eerste helft was NAC wel beter. En die 2-1 voorsprong van hun was niet onverdiend, denk ik. Maar ja, net na rust krijgen wij ook een paar kansjes. En dan als je die maakt, dan kan zo'n wedstrijd totaal anders lopen natuurlijk. En ja, we maken die dan niet. Direct in de aanval daarna maken ze 3-1. En dan is eigenlijk heel die wedstrijd anders gelopen. En de laatste 10 minuten hebben we natuurlijk diep door de ondergrens gedoken. En dat was echt slecht. Okay, je krijgt toch 6 om de oren. En ik als verdediger moet mezelf dat ook aanrekenen. Heb je geen fijn gevoel natuurlijk. Nee, wat kunnen we nou als positieve meenemen aan deze wedstrijd? Of wat leren we hier nou van? Ja, helemaal niks. Nee. Gewoon doodzonde. Ja. Gewoon volgende week moeten we er weer staan en uit het andere vaartje tappen. Den Bosch. Ja, 3 punten. Teleurstellende avond, kopje omhoog. Den Bosch kan wonderen doen. Uit. Ja, nee, duidelijk. Wij moeten sowieso niet van wedstrijd naar wedstrijd kijken. En daar volle energie zorgen dat we daar een resultaat gaan halen. En dat is een wedstrijd die weer een heel ander is dan vandaag. En wij moeten daar vol agressief en vol die wedstrijd ingaan om daar een resultaat te halen. En daar moeten we deze week eerst heel goed analyseren waar het hier vandaag allemaal misging. En dan moet je toch de kop leegmaken, zoals jij het al zegt. En weer naar de volgende wedstrijd toe. Want uiteindelijk moeten we door met elkaar om te zorgen dat we... weer stappen in de competitie gaan maken met elkaar. Laten we er geen woorden meer aan vallen maken, dankjewel. Okay. Top. Yep.